11 horecabedrijven uit Doetinchem willen graag wat extra's doen voor minima in Doetinchem, ondanks de zware en moeilijke tijden waarin de horeca zich bevindt. Samen willen ze ervoor zorgen dat de bijna 800 minima door middel van een driegangen diner een mooie kerst tegemoet gaan. We willen juist de mensen die het in deze tijd ook zwaar hebben en die het sowieso al zwaar hebben, willen wij een hart onder de riem steken, juist in deze tijd met de kerst. En ja, wij kunnen dat goed door maaltijden te verzorgen, dus dat past goed bij elkaar, denk ik. Het is niet zo dat alle minima's met kerst aan hetzelfde kerstdiner zitten. De invulling van de diners is per horecazaak anders, ook al moeten ze aan bepaalde eisen voldoen. Iedereen heeft natuurlijk een eigen keuken en een eigen instelling. Dus zij staan vrij om de minuutjes zelf te doen. Wel hebben we vooraf gezegd dat ze een menu voor met kostprijs ongeveer €17,50 en een driegangen menu moeten klaarmaken. En dat wordt dan verpakt met bereidingswijzers en al wordt het rondbezorgd. Aangezien de horeca zelf ook in een zware periode zit met de coronamaatregelen, zoeken de initiatiefnemers donateurs die het mogelijk maken om de diners te realiseren. We krijgen spontaan van allemaal bedrijven krijgen we berichten dat ze mee willen doen. Er zijn al heel veel particulieren die wat in het zakje hebben gedaan. Dus dat gaat heel erg goed. En we hebben daar ook een site voor gemaakt. www.hetgrootstekerstdiner.nl. En via die site kunnen ze ook doneren. En dat gaat lekker.